Er is een heuse kliko-oorlog in Almelo uitgebroken. Want Fred Gerritsen, de leider van Democraten Nu, stelt voor om van 4 kliko's naar 2 te gaan. En de plastic container af te schaffen. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik een heel slecht idee. Want? Omdat ik het toch heel erg belangrijk vind dat al het plastic gescheiden wordt. Ja, dan gaan we weer terug naar de oude situatie en dat lijkt me niet erg handig. Nou, ik vind het wel goed. Want? Ja, ik heb het te veel. Dat het echt een verbetering wordt en ook een stukje gemak, want de mensen zijn echt gemakkelijk. Als je plastic in een grijze container gaat doen, wordt het niet goed verdeeld. En dat is heel slecht voor het milieu, het is gewoon niet goed. Ik vind het lastig voor mensen, dus ik vind toch wel dat die moet blijven. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het lijkt me juist wel goed om het plastic te scheiden. Maar... Nou, misschien had meneer Fred Gerritsen dat zich dat 2 jaar geleden moeten bedenken, want toen heeft u volgens mij voorgestemd dat ze moesten worden ingevoerd. Dus kijk, ik ben heel erg voor scheiden. Als het nascheiden handiger, goedkoper, voordeliger is dan voorscheiden, dan is dat prima. Maar dit vind ik wel wiebelig beleid. Heel veel mensen vinden 4 containers wel erg veel. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, het is dan moet je een keuze maken. Dan heb je het risico dat je bak alweer vol is na een week, terwijl die pas over 3 weken geleeg wordt. En het is veel te veel. Kijk, want ze scheiden al wel, tenminste, dat wordt er wel gevraagd. Maar ik zie ook een heleboel situaties waarbij ze alles in één keer in één ding gooien. Dus ja. En hoe ga je zelf met afvalscheiding om? Groene bak hebben wij, een glasbak, een plastic bak en een normale bak volgens mij. En papier? En papier, ja. Heel veel mensen klagen over het feit dat er 4 kliko's zijn. Vervuilend is voor het milieu. Och nee, er zijn slechtere dingen. Nee, laat het maar blijven. Dus u wilt voor graag het gemak van de mens. U wilt graag dat er 4 containers blijven? Ja. Dus u vindt het geen goed voorstel? Geen goed voorstel. Moet ze vaker, komen? Ik zou het echt afraden. Volgens Louis Kampman van LAS maakt Gerritsen een behoorlijke draai. Wat vindt u daarvan? Terecht. Ik denk ook dat hij een draai maakt. Als je kijk, daar kun je geen beleid op maken. Als je zegt 2 jaar geleden dikke investeringen doen, iedereen zo'n container geven en dan 2 jaar later afschaffen. Ja, dat is toch niet te doen? Welk advies zou u eventueel aan Fred Gerritsen geven? Beter nadenken. En 2 jaar geleden beter meer onderzoek doen. Niet iets invoeren en dan 2 jaar later weer afschaffen. Als het voorstel van Fred Gerritsen doorgaat, dan gaan de mensen wel van 4 naar 2 containers. 1 oranje inleveren? De grijze en de groene. Hoezo? Wordt de grijze dan ook ingeleverd? Nee, de grijze wordt niet ingeleverd, maar het plastic gaat in de grijze. Ja, en groen dan? En groen blijft groen. Dan houden we er toch 3? We hebben ook nog een blauwe. Ja. Oké, okay, hoe het precies in elkaar zit. Dan gaan we toch niet van 4 naar 2, maar gaan we toch van 4 naar 3? Ja, ja. Nou, we zullen het zien.